Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik zit in de auto met Levi, want ik heb een tijdje zitten twijfelen of ik dit zou filmen. Dus Levi gaat binnenkort geopereerd worden en dit is nu de derde keer dat we naar het ziekenhuis moeten. En we hebben daar een afspraak bij een verpleegkundige voor de medicatie en daarna bij een anesthesist, want hij gaat 2,5 uur onder narcose. Zolang gaat ook de operatie duren. En het is vandaag donderdag 28 januari en het kan zijn dat hij of de eerste of tweede week februari geopereerd gaat worden. Dus dit is de laatste keer dat we naar het ziekenhuis moeten voor een controle en dan gaat het echt gebeuren. Dus dit is de laatste stap daarvoor. Dus nou, we hebben aankomend weekend vieren we hun verjaardag, want morgen zijn ze officieel jarig. Dus dat is iets superleuks en daarna gaan we een mindere tijd hebben. Maar goed, het moet gebeuren. Kijk, hier zit ons kleine aapje. Je ziet hem niet. Maar goed, we gaan dus nu met z'n tweeën naar Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. En als het goed is, wordt hij wel in Veldhoven geopereerd. Dat is ons vaste ziekenhuis. Dus goed, ik ga nu rijden, want we moeten daar over 20 minuutjes zijn. Nou, in ieder geval, ik zie jullie straks. Je mag mijn kistjes geven. Hé, liefie. En jij ook, Olivie. Jij ook gefeliciteerd, hè? Dan ga ik erop staan. Maar ik wil eigenlijk nog een half uur slapen. Oh, nou, papa wil een half uur slapen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Een keer uitslapen. Ik denk dat je dat kan vergeten, schat. Kijk eens hier, hoe mooi. Dolphin waterwiel. Kan je mee een matje spelen? Kijk eens. Oh. Ik zit ook te kijken, want ik ben net zo'n verjaardag. Ja, ik heb nog wel een halve maand. Leuk, hè, Loekie? Ja. Schat, grote jarige Job. Zo hè. Mijn knappe stoere jongen. Levi? Nee, Levi niet. Zo, een hele goede morgen. En het is vandaag zaterdag. En deze kleine is alweer jarig. Want we vieren dus hun verjaardag echt in etappes. En we hebben echt een hele weekend feest. Dus dadelijk om 10 uur komen papa en Karin. En vanmiddag komen er wat vrienden van ons. En s'avonds komen Dorien, Feli, Puk. En ook weer andere vrienden. We proberen het allemaal zo verspreid mogelijk te doen. En één is gewoon niet te hanteren. Maar we gaan er ook geen groot feest van maken. Dus het is echt niet dat we dadelijk 10 mensen of zo hier hebben zitten. We hebben ook zoveel mogelijk uit elkaar. Dus we hebben hier zeg maar... Bij de bar kunnen er een paar aan de tafel en we hebben en hier aan deze kant. En zo proberen we het zoveel mogelijk een beetje te verdelen voor hun. En ik heb net voor de eerste keer een beetje waxing gedaan.
Want ik vind gel, ja, ik vind die structuur van gel niet heel goed. Maar ik hoop dat dit een beetje blijft zitten. Hé, je bent zo knap vandaag. Ja. Ik moet vertellen, ik ben vandaag jarig alweer. Gisteren was hij officieel echt jarig, maar we vieren vandaag nog een keer, hè? Ja. Ja. We hebben voor de kinderen hebben hier ook aflink wat versierd. Hadden we donderdagavond al gedaan. Hier wat slingers opgehangen, wat ballonnen. Hier achter mij nog meer ballonnen. En gisteren hebben ze al wat dingetjes gekregen. Kijk. Super leuk. Deze hadden we gevraagd voor in bad. We hebben boekjes gekregen om te tellen. We hebben cadeaubonnen gekregen. We hebben dus geld gekregen. We hebben echt super leuke dingen. We hebben best al wat kaarten gekregen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ik vind het super leuk. En nou zijn we dus een beetje bezig om alles voor te bereiden. En dan gaan we het hier eventjes een beetje gezellig maken. Dus in ieder geval, probeer jullie weer een beetje beter te nemen. Ik heb gisteren niet al te veel gefilmd. Maar dat probeer ik vandaag wat meer te doen. Omdat we gisteren hadden we eigenlijk maar alleen in de ochtend iets. En vandaag hebben we toch wel wat meer over de dag verspreid. Echt niet dat we hier onverantwoord bezig zijn of zo. Nou, in ieder geval, ik ga eventjes Kees helpen met alles klaar te zetten voor dadelijk. En dan zie ik jullie straks. Wat is dit nou? Eens kijken bij opa. Eens kijken. Eens cadeautje. Cadeautje openmaken. Ik ga mijn vlag aanpassen. Ja, daar is een nieuwe kindmaker. Gaan we eens kijken. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi hoor. Durf je een zit alleen? Nou, mama en papa helpen dan? Nou, blijf zitten, anders zie ik niet meer. Rustig. Wanneer? Ja. Hallo. Hi. Naaltje. Je moet blijven zitten, hè, vriend. Hij blijft van zitten. Hi, liefie. Doe maar lopen. Heb je een leuk cadeau gekregen? Lopen.
Een hele goede morgen en het is vandaag zondag 31 januari. We vieren vandaag voor de derde keer de verjaardag van de kindjes. Het is nu ondertussen al 9:10 en ik ga zo eventjes snel naar de winkel, want ik haal eventjes wat dingetjes nog erbij. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk, zo min mogelijk mensen tegelijkertijd te laten komen. En gisteren hebben we echt een superleuke avond gehad, of ja, een hele dag eigenlijk, want het begon eigenlijk al 10:00. En om 2:00 zijn er dus weer mensen gekomen en toen rond 4:00 en rond 5:00. En dan wel allemaal een beetje afwisselend, dus ook niet te druk. En iedereen was eigenlijk ook voor de avondklok weg. Maar ik moet zeggen, ja, op een gegeven moment, ik word er wel echt... Je wordt er wel echt een beetje... Hoe zeg je dat? Je merkt gewoon dat je ouder wordt. Het is super gezellig trouwens hoor. En de kinderen zijn echt super verwend. Ze hebben echt super veel geld, cadeaubonnen. Ze hebben een quad gekregen van zo'n quadloopautootje van Lorena en Tawan. Badspeeltjes, boekjes hebben ze gekregen. Nou echt, ja, de kinderen zijn mega verwend. Dus super leuk. En ze vinden het zelf ook leuk. Gisteren heb ik ze tussendoor gewoon een beetje even in bed gelegd. Dat ging eigenlijk ook super goed. Ze hebben vannacht weer super geslapen. Ja, nou zit de laatste ronde er op zondag. En dan zijn we vanmiddag lekker vrij. Dus dan gaan we het lekker, kunnen de kinderen op tijd naar bed. Kunnen de kinderen even een keer goed eten. Want je merkt wel als je de dagen, zeg maar, we vieren het nou 3-4 dagen. Merk je toch, zeg maar, de vitamines krijgen ze minder binnen. Minder fruit. Ze krijgen natuurlijk best wel wat, soms af en toe wat gebak. Of wat andere dingen krijgen ze binnen. Nou, prima. Voor een keer. Maar vanaf maandag gaan we weer, vanaf morgen gaan we dus weer lekker gezond doen. Zelf ik ook, hoor. Want ik merk ook, wij slaan gewoon ontbijt, lunch, avondeten. Alles slaan we over. En we eten gewoon chips en gewoon dingen wat op tafel staat. Maar ik ben wel toe weer aan lekker weer gezonde groentes. Dus het kan best zijn dat ik vanavond gewoon lekker weer ga koken. Of dat we vanavond gaan bestellen. En dat ik vanaf morgen weer lekker gezond ga eten. Maar goed, dan weten jullie hoe ons weekend een beetje eraan toe is. En dan ga ik nu snel naar beneden. Ik trek straks even iets anders aan. Ik heb nou eventjes iets makkelijks aan. En dan ga ik even snel naar de winkel. Dus... Ze worden zo groot, hè? Ik vind dit net jouw Kees, dit deze. Ik vind dit een kleine Keesje. Dit is niet helemaal druk, schat, dat net goed. Jullie worden zo groot, hè? Ik vind dit een kleine Keesje. Maar als je dat kantjes krijgt, wil jij Michel. Ik maat 45 krijgen. Ja, denk ook wel 47. Zo, goedemiddag. Het is ondertussen zijn alle bezoek weg. Dus we zijn nu lekker even aan het wandelen. En het is heerlijk weer. Het is wel wat frisser. Maar het is echt van een lekker fris, gezond weer. Met een heerlijk zonnetje. Dus we zijn echt lekker aan de wandelen. Kindje slaapt ondertussen. Kees is lekker op de skilas met de hond. Die maakt eigenlijk even wat extra rondjes. En we zijn even aan het lopen. Nou, we hebben echt een top verjaardag gehad voor de kinderen. Vanochtend was het ook echt mega gezellig met familie. En we hebben allemaal echt wel goed 1,5 meter uit elkaar gezeten. Opa en oma die waren er donderdag al. En niet heel veel, waren er 4 dus. 4 extra, oh ja, mama. Maar we hebben wel even echt gezellig weer lekker bijgekletseld vanavond. Dus we hebben ook gewoon de verjaardag al afgesloten. Ja, Kees. Gaat wel kindje lekker in slapen. Dus we gaan nog even lekker lopen en dan gaan we straks lekker even thuis alles opruimen, poetsen. En dan gaan we nog van onze zondagmiddag genieten. We zijn weer thuis en er is hier eentje wakker. Hé, Loekie? Ja. Leuke dag gehad. Leuke verjaardag, hè, dit weekend. Een kleine vriend. Oh, we hebben echt zo'n leuke spulletjes gekregen. Ik ga je echt een beetje laten zien. Ik ga hem even op de grond zetten. Kijk, ja, we hebben deze. Deze vind ik ook zo leuk.
Ik heb van Puk en Veli gekregen. Trainingspakken. Van Adidas. Ze zijn nog wel iets te groot, dus op de groei hebben ze die gehaald. Maar echt te beeldig gewoon. Echt super leuk. Kijk, hier hebben we 6 cadeaubonnen van de Yola. Hier heb ik heel wat cadeaubonnen gekregen. We hebben hier die blokken set gekregen van Little Dutch. En dan de aanvulling erbij. Even kijken hoor, de aanvulling erbij. Deze van Lorraine en Tawan. Ja, echt super leuk. Deze spulletjes ook allemaal. We hebben ook mega veel geld gekregen. En ook inderdaad weer cadeaubonnen. Echt super leuk. Dus gaan we vanavond proberen in bad. Dat gaan we eruit halen. Een hele goede morgen. En het is vandaag maandag 1 februari. En het is hier één grote puinhoop. Dus ik ga hier eventjes alles opruimen. Alle slingers gaan weg. Ik denk dat de ballonnen wel houden. Die vind ik wel echt super leuk. Ik heb hier al tafelkleed weggedaan. Ik ga net de afwas doen, want dat is één grote puinhoop. En dan ga ik weer zorgen dat het huis een beetje weer er normaal uitziet. De skeetjes waren net lekker lief aan het spelen. Alleen ze hebben mijn plantenbak ontdekt. Dus die zijn er heel het zand uit aan het halen. Mijn kleine boefjes. Maar goed, dan weten jullie dat ik ga opruimen. Het is trouwens 7:55. Waar is er, schat? Ja, we gaan lekker fruithapje eten. Nou, in ieder geval, ik zie jullie straks. Ondertussen hebben we alles alweer opgeruimd. Alle slingers zijn weg. De ballonnen laat ik hangen, want die vind ik wel echt leuk. En nou ben ik ondertussen bezig met lekkere verse soep te maken. Want we hebben echt dit weekend zo ongezond gedaan. Dat ik nu lekker een gezond soepje ga maken. Vanmiddag eten we lekker een salade. Kinderen krijgen eigenlijk lekker een fruithap. Want die hebben we nog niet gehad, hè? Nee, die hebben jullie nog niet gehad. En dan gaan we vanavond eten ook weer lekker gezond. Eindelijk weer lekker wat flink wat groentes. De kinderen hebben echt dit weekend ook echt super slecht. Ja, niet super slecht. Ze hebben wel gewoon alleen maar melkflessen gehad. En af en toe een keer een banaantje of zo tussendoor. Maar ja, we hebben natuurlijk die eetstoelen van hun hadden we weggezet. Hè? Dat er bezoek kwam. Dus nou pakken we weer gewoon lekker eventjes weer lekker gezond gaan we weer eten. Hè? Lekker weer veel vitamintjes, hè, liever. Weer een goede begin van de ochtend. Het is nu 9 uur, dus we zijn nu precies een uur verder. En even flink lekker opgeruimd. Ik ga de kinderen, de cadeautjes van de kindjes ga ik lekker boven weer leggen. Lekker opruimen. Ja. Ja. Je hebt veel gekregen, hè, mijn verjaardag. Je bent flink verwend om al onze vrienden en vriendinnetjes, hè, families. Nala. Een hele goede middag. Nou, de meiden zijn net weg. Die waren vanochtend gezellig op bezoek. En allemaal hadden ze een cadeautje voor de kindjes bij. Nou, echt super lief. En nu net heb ik geluncht en de kindjes ook. En ik krijg dit binnen. Ik heb geen idee. Ik heb niks besteld. Dus die gaan we maar opmaken. Ik ben echt mega benieuwd. Superleuk! Gewoon een boekje van Woezel en Pip. Och, en de namen staan er ook nog op van de kindjes. Wat leuk. Ik heb echt helemaal gepersonaliseerd voor de kindjes. Staat ook echt hier. Ik ga Levi in. Wat leuk! Het editen en ik zie dat ik dus de verjaardagsvlog nog niet heb afgesloten. Dus bij deze super lief dat jullie gekeken hebben. Vond je dit een leuke video? Doe vooral een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zien wij jullie volgende week weer met een nieuwe vlog. Doei!